Welkom op Vista. Welkom op Koningsdag. In achter gaat het allemaal gebeuren. Ja, ja. Koningsdag, 538 Festival. We zijn er klaar voor. We gaan beginnen. Ja, welkom terug. Zoals jullie zien, vandaag is het Koningsdag. Heel erg tof. Ja, we trappen dus af vanuit Breda. In Breda is natuurlijk het grote Koningsdagfeest van 538. En daar zijn we geweest. Zijn we daar geweest voor Koningsdag? Nee, deze video hebben we natuurlijk al wat eerder opgenomen. We zijn daar geweest om te hunten. Ja, zeker. Vandaag is namelijk Koningsdag. We gaan een Koningsdag special doen. Zoals jullie gewend zijn. Dat hebben we al eerder gedaan. Vorig jaar zijn we volgens mij naar de Kruidvat geweest en de Intertoris. En waar gaan we nou naartoe? Nou, uiteraard weer naar de Kruidvat. Ja, we zijn de afgelopen tijd heel veel Kruidvats af geweest. En heel leuk is, eigenlijk lag de hele tijd niks. Weer niks. Of tenminste heel veel dezelfde post. En uiteindelijk, jawel, nieuwe post bij de Kruidvat. Ja, je ziet hier in dit foldertje van afgelopen week staan dus weer nieuwe pops. En jawel, we hebben pops gevonden. Heel vet. Wat gaan we ermee doen? We gaan nog wel winkels af. Ja, we gaan ook nog eventjes de action af. We gaan ook nog de trekpleister af. En we hebben nog een hele gaaf mailcall. Oftewel, veel te veel om op te noemen. Het gaat een hele gaaf video worden. Goed, waar gaan we mee beginnen? Allereerst de Kruidvat. Ik ben dus al een hele tijd bezig om de Kruidvat af te zoeken. Om te kijken wat voor pops er nog liggen. Af en toe zag ik inderdaad dat er heel veel pops lagen. En sommige inderdaad lagen er nog maar twee. Echt heel erg veel. En uiteindelijk is het natuurlijk in het foldertje is gebleken dat er weer nieuwe pops lagen. Toen zijn we geweest. En zeker te weten, we hebben heel veel gave pops weten scoren. Ik laat jullie gewoon zien in de volgende compilatie. Komt ie! En uiteraard beginnen we de hunt in Breda. Schenk. Fles van zelf. Ook veel nieuwe aanvullingen. Connex, Teen Great Joy. En de normale Sarah Connex. Ja, die hebben we al. De cheese hebben we ook al. Ja, de cheese. Heel veel nieuwe. Ja. Die is vet. Kom, die heb ik helemaal compleet, die set. Heb je die ook? Dat heb ik allemaal. Cool. Hallo. En Racer X. Even wachten, Levi. En nog meer John Cena's. Ja, zoals jullie zagen, heel veel pops. En we hebben sowieso, ik laat sowieso 6 items zien. Waarvan 4 pops en 2 andere dingen. Maar we gaan beginnen met... we gaan beginnen met de pop, de laatste pop eigenlijk, die ik gescoord heb. Heel erg gaaf. Zo lagen er trouwens ook trolls, pops, heel erg vet. Ik heb helaas de set, of helaas, ik heb heel de set heb ik al compleet. Inclusief Rainbow, heel erg tof. Dus heel jammer, want ik heb er volgens mij veel meer voor gegeven als dat nou de trolls liggen bij de Kruidvat. Maar als je heel de collectie nog een keertje wil zien, ik zal hem hier laten zien. Hè, kun je nog een keer de video kijken, full set trolls, heel erg vet. Dan zie je heel de set, compleet, heel erg tof. Goed, ik heb een tasje en ik heb ook nog een doosje. En wat er in de doosje zit, laat ik zo zien. Maar we beginnen met het tasje. Want wat zit er in het tasje? Ja, ja. 1, 2, 3. Een lege doos. Een lege doos. John Cena staat erop. Maar zoals jullie zien, de doos is helemaal leeg. Zien jullie het? Ik zie jullie denken. Nou, vooral de echte kenners die zullen denken, die snappen hem. John Cena's motto is namelijk, you can see me. Dit is natuurlijk John Cena van WWE. Hè, ik heb hier toevallig nog een t-shirt liggen. Dan moet ik even bijpakken. Is wel leuk om te laten zien. Even kijken. Zorg dat dit niet valt. Dan gaan we dit even op de grond zetten. Kijk, dit is een t-shirt. Daar hebben jullie ook al eens een keertje voorbij zien komen in de sport top 5. Daar heb ik hem aangedaan. En achterop kun je zien, you can't see me. Oftewel, je kunt me niet zien. Echt, ja, goed. Ja, voor de kenners is de grap heel erg leuk, maar natuurlijk, er zit wel een pop in, het is geen lege doos. John Cena, en het hele gave van deze pop vind ik de dubbele sticker. Ja, zo heeft hij de NBA, nee, de Major League Baseball sticker heeft hierop. En de WWE sticker. Hoe komt dat nou? Nou, John Cena is een worstelaar, vandaar de WWE sticker. Zien jullie ook uit die reeks komt hij. Maar hij heeft in deze pop heeft hij dus een petje van de New York Yankees en een vestje van de New York Yankees. Vandaar dat dit de
dus een duo, zeg maar eventjes. Crossover is van de twee merken. Dus echt heel gaaf. Achterop kun je het ook zien. Allebei de merken staan achterop. En ik heb al heel veel WWE-pops. Maar ik had er geen John Cena. En dat vond ik heel gaaf. Want zoals jullie net staat, shirt al zagen. Ik ben een groot fan van John Cena. Dus ik was zo ontzettend blij dat deze pop heb weten scoren. En er lagen er nog genoeg. Er lagen er echt heel erg veel. Uit welk jaar komt hij? 2019. Oh, ik had hem echt later verwacht. 2019 komt deze pop uit. Ja, heel veel mensen stellen mij vaak de vraag, hè, zijn de pops nou allemaal echt van de Kruidvat en van de Action en van de Trekpleister? Geloof mij, ja zeker. Ze zijn 100% echt. Dus je hoeft te twijfelen. Want heel vaak mensen denken, ja, voor die prijs kun je die pops er niet verkopen. Ja, dat kan heus wel. Zeker als je ze in bulk opkoopt. En het zijn allemaal common pops. Hè. Dit is ook een common pop. Ik weet de waarde even niet uit mijn hoofd, maar dat zal nooit veel zijn. Het zijn altijd pops die tussen de 7 en 10 euro qua waard zijn. Dus dat je die voor 5 euro kopen bij de Kruidvat. Helemaal niet zo gek. Kunt ze vaak op online ook nog op andere plekken voor die prijs kopen. Dus heel gaaf. John Cena nummertje 76. Het is een set van 5. Kijk aan. Heel erg tof. Ik vind hem heel erg gaaf. Ja, binnenkort eens keren alle WWE-pops. Ga ik een keer bij K zoeken. En dan gaan we daar nog eens een gave video over maken. Maar goed, en dan de volgende pop. Ja, voor de oplettende kijker heeft het misschien al gezien. We hadden nog iets heel gaafs. En ik heb hier een doosje. Ja, een doosje. Ik zit hier voortaan in een doosje. Nou, doosje had ik toevallig staan. Ik vond het wel leuk om deze pop in een speciaal doosje te doen. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Ik ga het doosje openmaken. En ik zie hem al. 1, 2, 3. Daar is hij. De Chase. Ja, ja. Ja, voor de mensen die me op TikTok volgen, die hebben hem al gezien. Daar heb ik hem al een keer op getoond. Toen ik hem ook echt net gescoord had. Ik wil even kijken, stickertje heb ik hier al afgehaald. Ja. En dit is hier Sarah Connor van Terminator Dark Fate 818. De Chase editie. Heel erg vet. Ja, ik heb de Sarah Connor heb ik. De T-800 heb ik. Rev 9. Zo. En Dos Skeleton heb ik. Heel erg gaaf. En ik heb dus nou ook de Chase editie. Dus ik heb Sarah Connor 2 keer. De normale lag er ook. Maar die hadden we helaas al. Dus die heb ik niet gekocht. Want die had ik al. Dus dan heb ik een set van 4. En we hebben de set compleet. Dus ook Terminator Dark Fate. Ga jullie terug zien. Ik ga hem heel de set nog een keertje laten zien. Dus heel erg tof. Ik ga het stickertje eraf halen. Ja, wat lag er allemaal nog meer bij de Kruidvat? Pop van Speed Racer trouwens. Maar dat is natuurlijk ook weer een pop die bij de Trekpleister heeft gelegen. Dus er zijn eigenlijk heel veel pops die of bij de Trekpleister hebben gelegen, of ook bij de Kruidvat hebben gelegen. En nou dus weer bij de... Nee, sorry, bij de Trekpleister op de Action hebben gelegen en nou dus weer bij de Kruidvat. Dus het is eigenlijk, ja... Valt mij op dat het echt heel veel pops zijn die eigenlijk in andere filialen ook al gelegen hebben. Bijvoorbeeld Speed Racer. En voor de rest was het de Trolls, die waren nieuw. Heel de sets lager, geen idee, volgens mij maar twee pops van de set. Oranje en de blauwe. En het leuke trouwens van die pops is, maar dat kunnen jullie zien als je een keer de full set video kijkt. Volgens mij de helft van de Trolls heeft een diamantje op zijn buik en de andere helft niet. Dus ja, goed. Mocht je die pops gekocht hebben, let er maar eens op. Heel erg gaaf. Goed, en ik zei het al, bij de Trekpleister en bij de Action lagen dus ook pops. Vaak ook dezelfde. Wij zijn er ook geweest. Ja, hebben we daar dingen gezien? Jazeker. Hebben we dingen gescoord? Jazeker. Ik laat jullie allemaal zien wat we gezien hebben bij de Trekpleister en de Action. Dus we gaan nog een keer. Levy? Die is ook nog. Ja. Kreetje hoor. Ik heb ze ook nog wel. Dit is van de baby in de Vagabond. Luigi? En Mario. Zoals jullie dus zagen, ook daar lagen we pops steeds minder. Het was vooral ook Elsa, bijvoorbeeld de Action veel liggen. En het waren eigenlijk vooral allemaal wel dezelfde pops. Trekpleister ging heel snel, dat er echt niks van lag. Maar de Action heeft, volgens mij tot de dag van vandaag, liggen er nog echt wel her en der pops. Dus mocht je nog eens een keer bij een Action zijn, ga daar kijken. Action heeft natuurlijk ook niet echt een foldertje, dus je moet echt gewoon in de gaten houden. Als er weer pops bij de Action liggen, dus het wordt niet aangekondigd, zoals bijvoorbeeld wel bij de Kruidvat. Trekpleister wordt wel aangekondigd, maar goed, het is altijd een beetje hetzelfde.
volletje komt meestal op vrijdag binnen. Dan zouden de pops liggen er meestal maandag of dinsdag. Vaak zie je dat winkels inderdaad ze zaterdag of zelfs vrijdag al in de winkels hebben liggen. Dus ja, je moet daar gewoon een beetje geluk mee hebben. Goed, Mau hebben dus inderdaad, jullie zagen het misschien al, ik heb nog twee hele vette dingen gescoord. Geen pops, maar het zijn pes. Ja, echt, dat gaat dit bij de Action voor 1,80 euro ongeveer. Kijk aan, heel erg gaaf. Ik ben een groot Super Mario fan. En zoals jullie misschien al weten, Levi spaart PES. Heeft er al heel erg veel. Dus deze gaan mooi zijn collectie in. Ja, Levi is eigenlijk van de PES. Siem is van de dorps. Ik ben van de pops. Dat is een beetje het, ja, het verhaal erachter. Heel erg gaaf. En dit is Super Mario. Heel erg tof. En ik kon hem niet laten liggen. Want als we Mario zeggen, zeggen we natuurlijk ook zijn broer, zijn vriend, hoe je mag nu noemen. Luigi, kijk aan. En die hebben we ook. Heel erg gaaf. Mario en Luigi. Heel tof. Ja, af en toe kijken we inderdaad wat voor pes ze hebben. En ja, deze keer hadden ze dus zulke gave pespops. Dat ik die ook even mee heb genomen. Heel erg tof. Ja, en ik vind pes. Ja, je hebt natuurlijk ook de Funko pes. Heb ik vorige keer al eens een keertje laten zien. Heel erg tof. Ik laat ze zetten trouwens voor het doosje van John Cena. Want die is er toch niet. Goed. Maar goed, wat wil ik zeggen? Oh ja, we hebben dus ook PES-pops. En dat ga ik binnenkort ook eens een keer laten zien. Ik heb bijvoorbeeld de GameStop Exclusive reeks heb ik. Ik ben heel even aan het kijken welke wat. Ik heb bijvoorbeeld Footy Boot heb ik. En Frankenberry, hè, dat soort pops. En dat zijn gewoon PES met het hoofdje van een Funko Pop. Heel erg gaaf. Die kun je helaas in Nederland niet zomaar kopen. Heeft het te maken met de voedsel- en warenwet, et cetera. Maar wel in Amerika en in Duitsland af en toe ook. Dus ik heb er 3 in totaal. Dus, en ik heb ook veel meer andere PES. En ja, die leven dus spaart. Dus heel erg gaaf. Misschien dat hij binnenkort eens een keer zijn PES-collectie laat zien. Dat zou tof zijn. En ik zei het al, ik heb nog een gave mailcall. Heeft het te maken met de kruidvat? Jazeker, het zijn namelijk pops die bij de kruidvat hebben gelegen. Ja, zeker te weten. En ik heb ze allebei bij Banks misgelopen. En ik heb ze nou dus op de kop kunnen tikken. Vandaar dat ik ze dus ook show. Heel erg tof. Waar gaan we mee beginnen? We gaan met deze beginnen. Dit is een pop. En het is echt al lang geleden dat deze bij de kruidvat heeft gelegen. Het is namelijk een pop van uit de serie Captain America Civil War. Ik had hier al heel veel pops van. Behalve deze. En het is namelijk niemand minder dan... Ik ga het doosje openmaken. Heel goed ingepakt trouwens. Het is namelijk Iron Man, de Unmask versie. Heel erg gaaf van Underground Toys. Het is een Underground Toys exclusive. Heel erg tof. Dit is hij. En voor de rest uit deze set had ik van... Even kijken. Captain America had ik al. Falcon had ik. War Machine. Winter Soldier. Agent 13 had ik. Black Widow had ik. Crossbones had ik. Giant Man nog niet, volgens mij. Dus ik moet er nog wel een paar hebben om deze set compleet te krijgen. Maar ik heb nou eindelijk dus die Iron Man Unmasked. Die wilde ik heel graag. Vond de pop heel erg gaaf. En als jullie goed kijken naar de pop, kunnen jullie zien dat het allemaal iets oudere pop is. En dat kan kloppen, want deze komt uit het jaar. Kunnen we dat zien? We kunnen het niet zien. Nee, er zit net een stickertje overheen waarschijnlijk. Dus nee, ik kan het er niet aan zien. Maar dit is de Underground Toys Exclusive Iron Man Unmasked. En die heeft, ja, ik denk dat er alweer 2 jaar gelegen is dat die bij de kruidvat heeft gelegen. En die lag er echt niet veel hoor. Je moet echt geluk hebben om die te scoren. Is me toen niet gelukt. Ik heb er 4-4 geprobeerd. Maar nee, elke keer degene die in de kruidvat was, die greep mis. Dus heel erg blij dat ik hem nou eindelijk toch heb. Ja, als je me blijft zoeken. En dan heb ik nog een volgende pop. Ik leg deze eventjes toch even hier neer. Want dan zien we ze allemaal mooi. De volgende pop is ook een pop. Heeft ook bij de kruidvat gelegen. Ik twijfel trouwens nou of dit nou de kruidvat is geweest of de Action. Goed, 1 van die 2 winkels. En die heb ik ook misgelopen. Nee, ik vind trouwens zeker toch de kruidvat. Ja, want het is in de tijd geweest. In dezelfde week als dat ik Pinocchio heb gescoord. Ja, want ik heb een hele discussie online gehad met iemand. En die had deze. En ik had Pinocchio. En toen moest ik zeggen, ja, ik was blij met Pinocchio. Maar ik had deze ook graag willen hebben. Het is namelijk van Fantastic Beast. Percival Graves. Echt heel erg gaaf. Dit is hij dus. Heel erg gaaf. Ik ben hier heel erg blij mee. Het is trouwens van Fantastic Beast. And Where to Find Them. Dus niet de laatste film uiteraard. En deze heeft ook bij de kruidvat gelegen. Voor dus 4 euro moet ik bijzeggen. Want toen in die tijd waren ze geen 5 euro, maar 4 euro. En ik heb hier ook al wat pops van. Ik heb Newt, heb ik volgens mij hier al. En ik heb hier Sir Serapina. Volgens mij heb ik die ook. En nou dus ook Percival. Volgens mij heb ik al 3 pops in deze set die ik nou dus heb. En ik ben hier heel blij mee. Ja. Trouwens online gekocht en dezelfde prijs voor betaald hoor. 4 euro of 5 euro. Volgens mij 5 euro heb ik betaald per pop. Dus een beetje dezelfde prijs als het nou bij de kruidvat liggen. En natuurlijk, ja, komt deze. Kunnen we ook niet zien zeker. Nee, dezelfde manier. Ook hier zit een sticker overheen. Dus ik kan het eventjes niet zien bij deze pop. Nee, jammer. Fantastic Beast. Percival Waves. Yes!
Dus ja, die heb ik gelukkig weer kunnen scoren online. En zo heb ik mijn kruidvatcollectie begin ik weer een beetje compleet te krijgen. Tenminste, de potten die ik gemist heb, die heb ik zo ook weten te scoren. Heel erg tof. Goed, ik ben benieuwd. Wat gaan jullie allemaal doen op Koningsdag? Nou, wij zelf staan lekker op een vrijmarkt. Het gaat heel gezellig worden. We gaan van alles verkopen. Vooral pops. Nee, we gaan geen pops verkopen. Nee, allerlei andere rotzooi, maar absoluut geen Funko Pops. Dus nee, daar is de collectie maar veel te heilig voor. Maar dat gaat wel heel erg gaaf worden. Ik ga lekker met de kinderen gaan doen en mijn vrouw. Dus het wordt een hele leuke dag. Jullie zien het al. Ik heb het shirtje er vast voor aan. Ome Willem, heel erg tof. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie gaan doen met Koningsdag. Laat even weten in de comments, wat ik heel tof vind. En ik laat natuurlijk steeds meer dingen zien op TikTok. We staan er heel druk mee bezig. Ik met de kinderen ga altijd hele gaaf video's maken. En ik ga jullie vertellen, er gaat echt heel gaafs gebeuren. We hebben namelijk een attribuut hebben we gekocht. Nou, ik moet bijna zeggen, Levi heeft het attribuut gekregen. Want die is jarig geweest natuurlijk, zoals jullie in de paasvideo hebben gezien. En die heeft het heel vet gekregen. En daar gaan we iets heel gaaf mee doen. Ik ga er niet te veel over zeggen, maar ik denk dat we hem vooral gaan gebruiken voor TikTok. En om daar gewoon een paar hele gaaf video's mee te maken. Dus ja, probeer dat kanaal ook in de gaten te houden. Heel erg gaaf. We gaan er niet te veel energie in steken in die video's, want dat doen we voornamelijk op YouTube. Omdat ik natuurlijk heel veel te vertellen heb over de pop en over de collectie, et cetera. Dus, maar wel op TikTok laten we de dingen achter de scherm zien. En wat ik natuurlijk, als ik een keer bij de Kruidvat ben, dan maak ik ook snel een videootje. En die gooi ik op TikTok, zodat jullie meteen zien wat dat dus te koop is. Heel erg gaaf. Nou, ik zou zeggen, houd je aan de gaten voor de volgende video's. Want ik heb nog zoveel te staan. Mailcalls, mystery calls, mystery show, mystery box moet ik zeggen. Reviews. Ik zit te kijken. Nog heb ik het er vaak gehad, 12 pops die we daar laten zien. Dus het gaat echt heel erg gaaf voor. En er zitten nog zoveel erg gave dingen in aan te komen. En hoe kun je zorgen dat je niet meer zit super hierom? Kun je abonneren, duw en druk op dat belletje. Als je het belletje dan krijg je een melding. Al die volgende video online die daar staat. En vanuit dus die speciale Koningsdag video, zoals jullie zien. Heel erg tof. En aan die kant kun je een duimpje omhoog geven. Zou ik ook heel tof vinden. Ja, nogmaals, welke pop vind je trouwens het gaafste? Hebben jullie ze allebei gezien? John Cena. Chase, natuurlijk wel lastiger om die tegen te komen. Ik moet zeggen, bij mij in de buurt zit nog heel veel kruidvat. En waar is dat? Dat is een beetje in Brabant. Hier zit heel veel kruidvat. En ik heb bijna altijd kan ik alle pops wel scoren. Dus ik kom ze altijd wel een keer tegen. Ik koop ze niet allemaal. Maar deze heb ik dus allebei. Zeker deze wilde ik heel graag. En die Chase, hoe vet is het als je die tegenkomt? Ja, ik schrok me eigenlijk gewoon helemaal kapot. Want ik liep een winkel binnen. Hij stond helemaal vooraan. Ik zie die Chase. Hoe vet gezicht is dat? Goed, en ik ben heel benieuwd wat jullie met Koningsdag gaan doen. Laat even weten in de comments. Ik ben heel benieuwd. Ik wens jullie een hele fijne Koningsdag. Geniet ervan. En dan zien we elkaar heel snel weer. Tot de volgende video. Hey, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Groetjes. Doei. Doei.